Nou, dat was toch prachtig, hè? Het was net als de engelenkoren echt hun zien. Zo prachtig mooi. Ja, compliment. Kerstmis in Almelo. Wie hebt hier in Almelo een bijzondere sfeer? Bethlehem, dat is voor ons niet meer zo ver. Sibylle Heijnen heeft een Bethlehem boulevard gecreëerd. Heel apart. Dat mooi is, nou, dat mooi echt geen goh. Het ervaren de moeite weert. U schrijft gedichten in het Twents. Hoe bent u daar zo op gekomen? Nou, ik was bij een volksdansgroep en daar deden we dus folkloristische dansen, de koren na. En op een gegeven moment zei ze gewoon alleen naar dansen. We kunnen ook wat zingen in de Twentse taal en voordrachten doen. En toen zeiden ze, nou, Anna, dat kun je misschien wel. Maar dat had ik nog nooit gedaan, dus zo is het eigenlijk kom. En nu op dit moment leeft de Twentse taal helemaal op. Ze willen landelijk ook de taal invoeren als zijnde taal. En wat is uw mening erover? Ja, dat moet ook, maar die taal moet blijven bestaan. Het Neder-Saksische, dat heeft nu eigenlijk de primeur kring om toch een echte taal te worden. En daar ben ik heel blij mee, want ik ben ook bij de streektaal, bij de schrijvers woont en ik ben ook bij alles wat met Twente te maken heeft, wat met Al te maken heeft, nostalgie, alles. En ik vind de Twentse taal, de moedertaal, is heel belangrijk dat alle mensen dat behoort. En wat vindt u echt zo specifiek Twents waarvan u zegt, nou dat zie je nergens anders? Nou, specifiek Twents, dat is dus het woord Rechtervoort. En Rechtervoort, dat wordt hors niet meer gebruikt, want dat is tegenwoordig. En dan heb je nog het woord van valderatie. Het is een hele communicatie, een heel gedoe. Alles eromheen. Wie zijn nou wat een valderatie? Wat nonzin, wat flauwkul. Valderatie. Dat is. Dank u wel voor het interview. Graag gedaan. We proberen allemaal laagdrempelige activiteiten te doen. En vorig jaar dus een kerstmiddag georganiseerd. En dat was vorig jaar zo'n succes dat we het gewoon dit jaar weer moesten doen. En wat kunnen de mensen de komende maand nog meer verwachten in december? Ja, we hebben nu een hele drukke periode. Niet alleen in ons huis, maar in heel Almelo. En we hebben gisteren Thea Kroeze gaat heel druk. We hebben morgen een workshop met bloemschikken heel druk. Vanmiddag de kerstmiddag en morgen hebben we een grote kunstveiling hier. En ik hoorde ook nog iets van een oudjaarsbal. Ja, oudjaarsbal, een nieuwjaarsbal. En dat is 19 januari. Dat is in de stijl van een beetje, dat sluit aan op onze expositie hier in het huis. Dansschool Veenstra. En we gaan een nieuwjaarsbal organiseren in de stijl zoals dat vroeger in de dansschool ging. En daar is heel veel animo voor. Er zijn nog een paar kaartjes te krijgen, maar daar zijn we bijna doorheen.